Busbedrijf Connection zet veiligheidsmedewerkers in die meerijden in de bussen die door Rozenburg rijden. Afgelopen vrijdag en zaterdag moesten chauffeurs onder bedreiging hun geldladers afstaan. Ontoelaatbaar, stelt Connection, en dus reden dit weekend geen bussen in de Rotterdamse deelgemeente. In Rozenburg, verslaggever Ron van der Ree. Ron, de deelgemeente is behoorlijk geschrokken van de overvallen. Ja, de schrik zit er goed in hier in Rozenburg, want Rozenburg is dus relatief een veilige deelgemeente. Maar ja, het was toch raak. Vorig weekend twee daders en afgelopen weekend weer raak. Allemaal op buslijn 6, de directe verbinding tussen Rotterdam en Rozenburg. Een apentrotse deelraadsvoorzitter. Maar ja, nu de schrikken, want vooral de leeftijd, ja, die is heel bijzonder, verklaarde zij vanmiddag. Jazeker, het is wel erg jong om met 15 jaar te beginnen aan dit soort praktijken. En enorm zorgwekkend. Ernstige bedreigingen naar de chauffeur, hè? Ja, absoluut. Als iemand met een mes bedreigd wordt en vervolgens geld moet afgeven, dat is absoluut ernstig. Nou betekent het ook dat er afgelopen weekend in de avonduren geen verbinding was tussen Rotterdam en Rozenburg. Want Connection heeft gezegd, we stoppen ermee op deze basis. Ja, dat klopt. Jammer dat wij daar niet van op de hoogte waren. Maar het is wel gebleken dat men dat in ieder geval ook voor deze week overwoog. Gelukkig heeft men besloten om andere maatregelen te nemen. Maar het is inderdaad onze enige busverbinding, dus wij hopen dat absoluut in stand te kunnen houden. Maar dit soort ontwikkelingen dragen niet bij aan betrouwbaar openbaar vervoer. Donderdag overleg met de politie. Wat gaat daar besproken worden? We gaan daar bespreken of de politie ook nog extra inzet kan plegen. Connection gaat op dit moment met eigen beveiligers werken op de bus. Maar de politie heeft gezegd van ja, we moeten hier vanaf. We willen maatregelen nemen en daar gaan we over overleggen. Ook zij willen hun inzet plegen. Gaat het om Rozenburgse jongeren, denkt u? Daar lijkt het wel op. Ja, Ron, en chauffeurs, passagiers en natuurlijk ook deelgemeenten willen dat die gasten in de kraag gegrepen worden. Ja, en de vraag is of dat gaat gebeuren en vooral hoe snel dat gaat gebeuren. Nou, je hoorde het al, het zijn vermoedelijk jongeren uit Rozenburg, kinderen eigenlijk. Nou, wat er concreet gaat gebeuren, donderdag dus dat overleg, Suzanne. En dan gaat besloten worden dat er gewoon politie mee gaat rijden op lijn 106. Overigens, Connection heeft hier achter mij de bushaltes, die waren tot vanmiddag met hutezakken bedekt. Die zijn er afgehaald. Dus vooralsnog vanavond gewoon weer een verbinding tussen Rotterdam en Rozenburg. En Rozenburg hoopt dat de dadertjes, de kinderen inderdaad, heel snel gepakt zullen worden. Dankjewel, Ron van der Ree vanuit Rozenburg. De politiekorpsen in onze regio doen vanaf dinsdag ook mee met de landelijke politieactie. Ze protesteren tegen de vastgelopen onderhandelingen met minister Opstelten voor een betere cao. De acties houden in dat de politie de komende tijd voor kleine overtredingen geen bonnen uitschrijven. Ik heb maar een heel lijstje gemaakt voor mezelf, want je mag gewoon een heleboel. Je mag gewoon lekker papiertje lezen zo achter het stuur. Je mag lekker asociaal tuteren. Maar ja, wat mag nu precies wel en wat mag nu precies niet? In ieder geval telefoneren, niet handsfree, mag gewoon, geen boete. Toch zijn er uitzonderingen. Ja, hangt vooral aan de veiligheid van het moment af. Is het veiligheid in het geding, dan krijg je alsnog een bon. Maar anders, geen boete. Anders, geen boete. Ik vind dat wel fijn natuurlijk. Liever geen bon, dat is wel een bon natuurlijk. Ik denk dat ze gelijk hebben met de CEO, want ze werken heel hard. Met gevaar voor eigen leven soms. Moeilijke tijden en agressief gedrag, dus mijn zegen hebben ze. De acties zijn nu nog publieksvriendelijk. Maar de politie wil het liefst zo snel mogelijk hardere acties. De actiebereidheid is erg groot. Sterker zelfs, we moeten mensen nu echt gaan temperen. Het gaat erom dat je tegen mensen zegt van, joh, we gaan nu niet een rijksweg stilzetten, we gaan het stapelsgewijs doen. Voorlopig zal dus deze nepboete worden uitgedeeld. En vergeet vooral niet de flitsers langs de weg. Naast de vaste flitskasten zullen de agenten zelf hun mobiele flitsers verklikken op de website politieacties.nl. Dat de actiebereidheid onder de agenten zo groot is, valt duidelijk te verklaren volgens de vakbond. Mensen zijn erg boos, want we zijn nu al alles bij elkaar. Iets van 4 jaar zitten op de nullijn. We hebben een teruggang gezien van de arbeidsvoorwaarden. En zo moeten agenten volgens de vakbond de laatste jaren ook veel harder werken tegen hetzelfde salaris. Toch zijn er ook mensen die de politieacties afkeuren. Ik ben er niet mee eens, nee. Laat ze maar eens een beetje opletten dat wij een beetje veiliger gevoel hebben. Ja. En dat de boel een beetje verzoenlijk is.
Als je hier boodschappen gaat doen, dan moet je blij zijn dat je auto nog intact is. Bekeuringen uitschrijven. Daar hebben ze een hele vracht mensen voor. En waar ze voor uiteindelijk voor te zijn, dat doen ze niet. Ja, nu doen ze dus even geen bekeuringen uitschrijven. Ja, dan is het nog helemaal. Dan hoeven ze het dan helemaal niet meer te doen. Zo, lekker dichtbij geparkeerd. Gewoon omdat het kan. Dus ik zeg, vanaf vandaag is gewoon de politie mijn beste vriend weer. Nou, eergisteren en gisteren heeft hij daar op deze steiger gelegen met al die paaltjes. En daar is hij ook vrijdag voor het eerst ontdekt, zeg maar. Het is geen verrassing meer, het zeehondje. Straks praten we erover verder. Rotterdam krijgt 18 miljoen euro per jaar van het Rijk om de taalachterstand bij jonge kinderen weg te werken. Er wordt vooral geïnvesteerd in scholen in Rotterdam-Zuid. Daar zijn de problemen namelijk het grootst. Concreet betekent het dat de proef met de zogeheten groep 0 met de extra miljoenen wordt uitgebreid. Kinderen van 2 tot 4 jaar leren in die groep 0 de Nederlandse taal. Dit lijkt een hele gewone peuterklas, maar dit is een groep 0 en dat merk je aan de juf. Alles wat we doen is van naar het toilet gaan tot luier verschonen, het spelen met de blokjes, alles is bij ons taal. Wij hebben bij alles wat ze doen dat wij erg bewust stilstaan van wat doe je, benoemen, extra met de kinderen aan de slag met taal. De ouders hebben er bewust voor gekozen om hun kinderen naar deze groep te brengen. Om dat taal om te leren, want zij was, tenminste, we komen uit Rusland, dus we praten geen Nederlands thuis, Russisch. Om taal te leren en ja, ze vinden het leuk om naar school te gaan, om voorbereiden naar groep 1. Spreekt ze al beter Nederlands in de tijd dat ze hier zit? Ja, heel goed. Thuis praat ze meer Nederlands en je zit buiten Nederlands met kindjes praten, dus dat gaat wel heel goede kant op. De 18 miljoen euro gaat niet alleen naar de groepen 0, de taalachterstand in Rotterdam wordt groots aangepakt. We kunnen toe naar langere lesweken, tot 10 uur extra per week voor een flink aantal kinderen in Rotterdam. En we kunnen veel meer vakantiescholen neerzetten dan we eigenlijk zelf van plan waren. Dus dit is echt heel goed nieuws. Er zijn nu 35 groepen 0 in Rotterdam. Dat moeten er met de 18 miljoen euro 205 gaan worden. Daar is dus geld voor, maar op passend onderwijs wordt bezuinigd. Nee hoor, dat is niet zo heel erg gek. Wat we zien is dat dit samen echt een hele forse impuls oplevert voor het onderwijs in Rotterdam. En ja, daarnaast zijn er inderdaad ook bezuinigingen. En dat is nooit leuk. En die bezuinigingen, daar hebben onze scholen ook mee te maken. Niet alleen Rotterdam krijgt de structurele subsidie, ook Schiedam en Dordrecht krijgen extra geld. Een lang verloren gewaande Rotterdamse waterfontein is opgedoken op het internet. Op Marktplaats staat hij te koop voor 4000 euro. Anderhalve eeuw geleden schonk een bankier de fontein als drink- en opfrisvoorziening aan Rotterdam. Tijdens een opknapbeurt van het stadhuisplein werd de fontein opgeslagen in een loods in de Spaanse polder en verdween spoorloos. Tot een oplettend lid van het historisch genootschap Rotterodamum hem ontdekte. Ik had van de week een vergadering en toen zei een ander deelnemer aan die vergadering tegen mij, joh, die fontein waar jij het altijd over hebt, de Wollersfontein, de Vier Gratiën, die staat volgens mij op een marktplaats. Dus toen ben ik gaan kijken en het lijkt er verrot veel op. Nou, in dit boek dan zie je een mooie foto van de fontein zoals die tot de jaren 80 bij de Blaak heeft gestaan. Dat is de oorspronkelijke plaats waar die ook in 1872 neergezet is door bankier Mees. Hij is toen verhuisd naar het Stadhuisplein en vandaar naar de Spaanse polder en vandaar naar niemand weet wat. Maar misschien dat we hem nou gevonden hebben. Ja, goeiedag, ik ben Sjaak van der Velde uit Rotterdam. Zeg, ik zag bij jullie op Marktplaats een fontein staan. En ik heb het idee dat de fontein is die ooit een keer uit Rotterdam is verdwenen. Maar dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Dus ik vroeg me af of ik even kan komen kijken. De fontein staat op 20 kilometer van Rotterdam in de voortuin van een villa in Wateringen. Ja, dit is hem volgens mij. Het lijkt in ieder geval heel erg veel op. Ik kan niet 100% zeker zeggen dat hij het is, maar als ik hem zo zie staan, dan zou ik zweren dat hij het is. De huidige eigenaar zegt niet te weten dat het mogelijk om een gestolen historische fontein uit Rotterdam gaat. Dat zou kunnen, weet ik niet. Ik ben het niet geweest in ieder geval. U heeft ervoor betaald? Ik heb ervoor betaald. En nou doet u het in de verkoop via Marktplaats? Ja, omdat ik het huis ga verlaten. Dus ik wil hem kwijt. Dus wat moet ik er anders mee? Ik kan hem niet op een balkonnetje zetten, toch?
Ja, natuurlijk moet dat ding terug. Ik bedoel, dat is wat in Rotterdam nou nog van vroeger. Het meeste dat is verdwenen door de Duitsers en daarna hebben ze zelf ook nog een hoop weggemaakt. Dus dat moet gewoon terug, dat ding. Ik ben vanmorgen helemaal plat gebeld. Ja, op maandagmorgen zo. Dan begin je de dag goed. Ja. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel spannend. Ik vind het echt spannend hoe dat afloopt. Er heeft zich een serieuze kandidaat gemeld bij de huidige eigenaar. Die wil eerst controleren of het inderdaad om de Rotterdamse fontein gaat, voordat hij zich gaat inspannen om hem terug te kopen. Moet hij worden gevangen of juist niet? Natuur- en dierenbeschermers kunnen het er maar niet over eens worden. Aanleiding voor de discussie is de jonge zeehond die dit weekend opdook tussen Simonshaven en Goudsvaart. Verrekijkers, mobieltjes met camera. Het zeehondje in het spuit tussen Goudsvaart en Simonshaven begint beroemd te worden. Sinds het hier afgelopen weekend hier opdook. En toen lag hij daar op de steiger. Ja, daar lag de zeehond, zeg maar. We hebben wel gewoon naar hem staan kijken en ook de dierenambulance gebeld. En ik heb Ecomare nog gebeld. De dierenambulance Spijkenisse is zondagmiddag druk in de weer geweest om het dier te vangen. Zonder succes. We hebben het getracht met liggend op de grond voorzichtig te kunnen, dichterbij te kunnen komen met eventueel een groot net eroverheen. Maar ja, dat is ons niet gelukt, want hij ging het water natuurlijk in, want het was echt druk met mensen ook. Bij natuurorganisatie het Hoekzwaardse Landschap zijn ze daar niet rouwig om. Zij willen niet dat het zeehondje wordt gevangen. Ja, niet doen. Laat hem zwemmen en laat hem gewoon zijn eigen gang gaan. Hij hoort er niet. Het is zoet water en zeehonden, ja, dat is natuurlijk zout water. En de zeehond was al toch wel wat mager. Het is hier zoet water. Een zeehond kan daar prima in leven. Niet zijn hele leven. Maar hij kan ook gewoon terug. Als hij hier gekomen is, kan hij ook terug. Het is natuurlijk wel gewoon water en hij kan erin zwemmen en hij kan zonnen. Maar hij krijgt niet de goede voeding binnen en de zeehond verzwakt daar langzaam. En ja, komt op plekken terecht waar hij eigenlijk niet thuis hoort. Als hij het moeilijk krijgt, onlangs nog contact gehad met een vereniging van zeezoogdieren, dan krijgt hij vanzelf honger en dan verzwakt hij en dan kan je hem zo vangen. Of de zeehond zich de komende dagen nog laat zien is twijfelachtig. Het dier zou door een deel van de plaatselijke jeugd zijn bekogeld met stenen en klei. En voor het sportnieuws gaan we naar Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair, het grootste sportnieuws komt vandaag uit Eindhoven. Ja, eigenlijk is dat geen verrassing, hè? Maar Fred Rutte is ontslagen bij PSV. En Philippe Cocu en oud-Spartaan Enes Faber nemen nu tot het eind van dit seizoen daar de honneurs waar. Faber was trainer van FC Eindhoven, maar gaat dus per direct aan de slag bij de grote broer. Oké, dan gaan we richting eigen regio. Groot feest op de Rotterdamse Manege. Ja, de Rotterdamse Manege, altijd de thuishaven van het jaarlijkse CAIO. En die Rotterdamse Manege bestaat 175 jaar. En dat werd dit weekend op speciale wijze gevierd. Met een zogenaamde historische carousel wilden leden van de Jockeyclub Rotterdam de historie van 175 jaar paardrijden in Rotterdam uit. 10 gekostumeerde manoeuvres voerden langs de Rotterdamse manege in de 19e eeuw met de start van het CAIO. De nieuwbouw geïnspireerd op de Spaanse rijschool, de Tweede Wereldoorlog en de tijden van de disco. Dit is het historische carousel wat we uitvoeren omdat de vereniging dit jaar 175 jaar bestaat. Opgericht in 1837 in Rotterdam. En wat we dit jaar willen laten zien is eigenlijk hoe dat paardrijden door die 175 jaar heen, hoe dat ging. Zo dus. De komende maanden staan meer activiteiten op het programma om het lustrum te vieren. Waaronder een rijtour met historische voertuigen en een groot gala. En Sinclair, dan is er straks natuurlijk weer Sportclub Rijnmond. Ik neem aan een terugblik Feyenoord FC Utrecht. Ja, teleurstellend verlopen die wedstrijd 1-1. Maar wij bekeken die wedstrijd met Jan Boskamp. Altijd humoristisch. Nou, voorafgaand aan die wedstrijd was er ook een minuut stilte voor de overleden Vloddy Smollerek. Daaraan hebben we ook aandacht. En we hebben een portretje van een oud Spartaan die tegenwoordig bij RVWH speelt. Dan heb ik het over David Abdoel. En we hebben ook nog korfbal, de regio derby tussen PKC en Detels. Ik zou zeggen, kijk maar. Genoeg om naar vooruit te kijken. Dankjewel, Sinclair Bisschop. Lekker eens op zaterdagavond naar het museum. 15.000 mensen hadden daar wel zin in en kochten een kaartje voor de Rotterdamse Museumnacht. Het evenement was helemaal uitverkocht.
zie niet alleen een stad van glas, beton en tot de verbeelding sprekende torens van de Rotterdamse horizon. Rotterdam is vele geuren, geluiden en dus ook vele smaken. De Rotterdamse Museumnacht 2012 is zojuist officieel geopend hier voor het NAI. Het thema dit jaar is smaak en ik ben heel erg benieuwd hoe alle Rotterdamse musea daar weer een eigen draai aan geven. En wie denkt aan smaak, denkt vaak direct aan eten. Het Natuurhistorisch Museum heeft dan ook een tafel vol hapjes klaarstaan. Niet met blokjes kaas en bitterballen, maar helemaal volgens de overtuiging van Darwin. U moet dus een springhaan proeven. Darwin had alles wat bewoog en eigenlijk is dat weer heel actueel, want we moeten op zoek naar nieuwe eiwitbronnen. Onze huidige eiwitbronnen voldoen niet meer en daarom zijn sprinkhanen en meelwormen op het menu. Ja, ik vind hem heel lekker. De kop in elk geval, nou de staart nog. Knispert heel erg, hè? Ik vind het best wel spannend eigenlijk. Hij kijkt naar me. Het is niet vies, maar wel heel droog. Smaakt het? Ja, best. U bent met de meelwormen bezig? Ja, correct. Nee, het smaakt goed, dus ja. Waar smaakt dat nou naar? Naar niks. Nu tijd om het even lekker weg te spoelen. Ja, ik wil even een drankje om het even weg te spoelen. Fijne avond. Dank je. Ze dreigen, dromen, draven door. Sneller dan paarden in, kruipen voor. Slachten je af, vreten zich. En over smaak gesproken, de Rotterdamse Museumnacht lijkt dit jaar zelf ook meer in de smaak te vallen dan vorige jaren. Het lijkt drukker dan andere jaren, want wij doen dat al jaren. Dus, het is druk, hè? Ja, het is heel erg druk. Want we hebben eigenlijk nog nooit in de rij gestaan, maar het moest dit jaar wel. Lekker met een drankje door een tentoonstelling. Ja, wat wil je nog meer? Ja, inderdaad. Ja, het is wel leuk. Weer een keer een mooie gelegenheid om in een museum te zijn. Hoe bevalt de museumnacht tot nu toe? Ja, heel erg leuk. Ik heb een hele mooie dansvoorstelling gezien met optreden van Roastbeef. Dus ontzettend leuk. Ja, genieten. Met de Ierse klanken in het Maritiem Museum is er een einde gekomen aan mijn museumnacht 2012. De avond is weer voorbij gevlogen, dus ik zeg tot volgend jaar. En tot zover deze uitzending van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws is te vinden op rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder.